Duidelijk, dat kan ik nu even aangeven, mensen. Ik ben de engineer. Wacht eens even. Je zegt dat nu wel, ja. Maar misschien is de engineer al dood. Ja, nee, kijk. Zeg je dat als eerst? Crewmate, en jullie horen me al hoesten. Ik ben ziek. Hé, ik ben engineer. Ik heb wel een bepaalde rol. Dat is wel leuk, Dan kan ik gaan venten en snel achter de imposters gaan komen. En zoals jullie hoorden, ik ben ziek. Ik ben al een paar dagen thuis een beetje aan het herstellen. Moet even wat beter worden. Maar ja, ik vond niet dat de uploads daardoor mochten stoppen. Want ik wil wel 3 keer blijven uploaden hier op mijn gamingkanaal. Jullie zien deze video op een vrijdag. Deze vrijdag komt ook FIFA uit. Dus ik ga ook FIFA opnemen. Nee, niet Diogo. Het was letterlijk in Electrical gewoon, op die dingen. Ah, Voer kan en Richie kan ik kleren, man. Want hij is goed, bij ik mij kan in, Schizo. Ik kan Schizo kleren. Ja, ik Chatmo's is afgesmoken, jullie maar rechts of niet? Ja, dat klopt. Ik ben nu aan de kant van Navigation Shields. Ik was op cams. Voer kan, waar was jij? Jij was bij Storage? Ik was Storage? Met mijn Richie, man. Nee. Ja, ik liep wel net door Storage. Ja? Of met Storage, maar ik was... Nee, Voer kan was met mij. Voer was met mij. Dan met Richie. Lesio was ook in Storage, ging elektrik of niet? Ja, zeker. Ah, dan was Sabri, Bob. Sabri en Bob zijn over. En Ivan. Ivan was met Lester. Lester. Oké. Dus alleen Bob en Sabri. Deze Sabri zat de timer op lights. Dus dat was Sabri. Waar was Sabri? Ja, want ik, Sabri zat de hele tijd te wachten in de donker. En ik kom naar binnen, ik wil lights fixen. Diogo loopt achter me aan. En in één keer is Diogo dood. En hij stond daar nog Sabri, een keer weg. Mosabri, kan je jouw vrouw uitleggen? Mosabri, kan je vrouw uitleggen? Ik loop eerst, ik heb swipers gedaan bij admin. Daarna loop ik naar die draadjes bij storage ongeveer daarboven. Ja. Nu lampen gaan aan, gaan uit. Nu ik loop gelijk naar Electrico. Ik ga naar binnen, ik zie Tommy. En toen report hij ofzo. Ja, klopt, ik reporte. Tommy, jij dus niet. Maar hoe kun je het allemaal zien als ze echt uitgaan? Hoe zie je het? Ik zie letterlijk Tommy in het begin. Mosabri, heb jij die report? Heb jij die report ook niet gezien? Ik kom later. Ik was letterlijk naar binnen met Tommy gaan en toen reporte hij. Tommy, ik was in die minuut. Ik zag Sabri wel in storage, maar daarna heb ik hem ook niet meer gezien, want het licht waren uit. Dus ik liep naar Electrical. Maar wacht even, voor de duidelijkheid. Bob zei net van, dat hij jullie al bij zag. Ja, weet ik niet. Ik zat op, noem het Electrical, met Bob. En toen kwam, ik weet niet of Sabri binnen is, dat heb ik niet kunnen zien, want ik zat in de menu. Dus Bob heeft infrarood. Oké. Skip. Ik heb ook voor de rest niet kunnen clearen of wat idee, want ik zat in dat menu. Oké. Iedereen heeft skip gedaan. Ik was er niet bij, dus ik kan ook niet fel in discussie gaan en de dader bekend gaan maken. Maar dat komt later wel. We zijn eerst bezig met taken. Ik ga verder met waar ik net gebleven was. FIFA FC 24 is uit op het moment dat jullie dit kijken. En dat betekent dat ik ook deze nacht nog FIFA-video's ga maken voor jullie. Ik ga zo meteen even kijken wat ik precies ga maken. Misschien wil ik een serie gaan terugbrengen, Somma op pad. Ik ga even kijken hoe dat met carrière-mode zit. Want misschien kan ik... managerscarrière doen. Maar dat komt allemaal. Die uploads gaan jullie allemaal zien. Ik wil jullie support daarop zien. Ik heb jullie support echt nodig. Show wat liefde als de serie online is. En Among Us. Ik zag de comments. Among Us willen jullie blijven zien. Dus ik ga ervoor zorgen dat Among Us af en toe nog online komt op dit kanaal. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik ga gewoon meerdere soort content pushen. En ik heb binnenkort toffe series op mijn main channel Chatmo. Die moeten we even naar de 200k abonnees gaan pushen. En dat komt allemaal. Ik zweer het mensen. Ik ben echt hype, man. Even uitzieken. En dan komt het. Ik vind het wel leuk dat ik op Chatmo 2 soort van... kan ik met jullie gewoon praten. Je toch gewoon open en vertellen over wat er allemaal gaande is. Dat vind ik wel leuk in dit kanaal. Gewoon verder met taken, denk ik. Het is wel echt een vervelende lange taak. 1, 2, 3. Alsjeblieft, laat me de 6e afmaken. Of 5e. Perfect. Long test gedaan. Tommy en Tijmen lopen samen. Voerkan en Schizo lopen samen. Ik denk dat er een kill is gemaakt. En ik denk ergens aan de rechterkant. Voerkan en Schizo kwamen daar samen vandaan, toch? Voerkan en Schizo. Geen body. Laat me hier kijken. Ook geen body. Ik dacht misschien dat ik had gevonden. Of misschien nog steeds. Nee, Lencio. Oké, dan ga ik naar admin. Want daar heb ik taken. En ik ben engineer, dus ik kan ook gaan venten, kijkers. Maar dat ga ik nog niet doen. Waar is die body? Linksboven en elektrisch. Linksboven. Bij cafeteria, bro. Cafeteria. Wacht. Voerkan, waar kwam jij vandaan? Ik kwam van. Ik kan voor een foutje, man. Ik kan ook foutje. Weet je wel. Hé, maar Schizo. Wacht. Ja, ik kom helemaal van rechts.
uiteindelijk, ik had een taak bij security, die heb ik naar Upper Engine. Maar hoe ging je naar security? Via de Upper Engine. Okay. Heb ik onderweg gezien, chat, maar heb ik onderweg gezien. Ja, en klopt, ik klopt. Ik heb voerkan in... Zag je iemand in ding gaan, in electrical? Ik zag Tommy wel boven. Ik, wacht even, ik kan dat goed vertellen. Ik kan dat goed vertellen. Tommy en Tijmen liepen samen. Ik weet niet wie van... Wie liepen naar electrical binnen? Wanneer samen? Net op het einde, net voor het einde. Ik zag wel Bob langs mij en Skizo komen richting... Wacht even, dat vroeg ik niet. Tommy en Tijmen, zijn jullie electrical ingelopen? Nee man, ik niet. Ik ben doorgerend. Halfwege de ronde om twee tasks te doen. Ik zag Vulkan en Skizo daarna langs mij lopen, vanaf storage. Hij zijn cafeteria. Hey boys, ik heb even een side note, hè bro. Dit potje duurde sowieso heel lang, deze ronde bedoel ik. Maar bro, ik zag iedereen bij camera's, man bro. Hebben jullie geen taak? Ja, bro. Mag ik ook iets zeggen trouwens, Ilias? Ik zie jou een beetje rondwazen, man. Ik ben jou een beetje in de weer rennen. Op een gegeven moment zie ik jou een task proberen te doen, zeg maar, terwijl je geen task kan doen, zeg maar. Die error was er. Ja, in electrical. Ik was al onderweg naar electrical. Ik wist al wat ik naar de task kan. Die boy zit al de hele ronde op cams. Hij doet niks. Heren. Mo, waar kom je vandaan? Naar mij toe helemaal rechtbaar. Ik zag jou in navigation, dat klopt. Ik ben vanaf electrical gelopen. Ik loop electrical uit. Storage loop ik langs Tommy en Tijmen, Furkan en Skizo. Ik loop gewoon vanaf de onderkant shields, navigation in. Lopen we samen vanaf navigation. Zag je toevallig ook wie in cafeteria stond? Nee, niet gezien. Ik wel, man. Wie dan? Is zonder filmen in cafeteria op het einde. Heb je Mosabri gezien? Sabri, man. Mosabri? Sabri stond daar. Inderdaad, je liet een beetje raar, jij, ja? Weer. Tweede keer dat hij is betrokken bij Kill. Ja, maar hij was wel in de buurt daar. Hij stond daar gewoon bijna naast eigenlijk. Maar Sabri, wat was jij aan het doen? Was je thuis doen? Waar was die electrical toch? Ik ben in de cafeteria, linksboven. En Hij stond er wel echt bijna naast, man. Nooit dit. Mosabri is eruit, man. Hij heeft één stem meer gekregen. Heel slim van Lencio, want als Lencio de imposter is, heeft hij het heel vies geschoven op Mosabri. Ik ben zelf ook op Mosabri gegaan, omdat ik wel het gevoel had dat Mosabri het was. Hij is al twee keer in de buurt en betrokken bij een kill. Maar als Lencio de imposter is, dan heeft hij het heel slim en vies geschoven naar Mosabri, want hij begon er de laatste 5 seconden over. En dat, ik heb gemerkt, bij Among Us werkt dat heel goed. En daardoor stemmen mensen heel snel. Oh, wacht. Ik ben weer vergeten om aan te geven dat ik engineer ben. Waardoor ik nu niet kan gaan venten. Want als ik nu ga venten, dan gaan die boys me nooit geloven dat ik het ben. Dat ik engineer ben. Maar ik heb daar een idee voor. Kijken. Ik hoef nog één task in cafetaria. Ik denk dat ik die ga doen. En daarna emergency meeting. Dan kan ik ook meteen gaan aangeven van... Hey boys, ik heb mijn tasks allemaal voorbij, je weet toch. Ik hoop dat de rest ook zijn task blijft doen. Maar ik moet nog wat aangeven. Ja, perfect. Heren, tof dat jullie zijn aangesloten bij deze emergency meeting. Ja, ik heb een aantal dingen mee te delen. Vooral voor de mensen die dood zijn, Richie en Diego. Doe jullie tasks als jullie dat nog niet hadden gedaan. Denk daar alsjeblieft aan voor de volgende ronde. Voor de levende crewmates wil ik ook even aangeven. Doe je tasks, want de taskbar is bijna compleet. Op die manier kunnen we winnen van de 3 eventuele imposters als Mosabri het niet was. En dan wil ik nog een vraag stellen. Ik ben heel duidelijk geweest, denk ik. Wie is de engineer? Niemand? Eenmaal, andermaal? Geen probleem. Wie is de scientist? Richie of Diego, man. Kan. Wie is de scientist? Niemand, eenmaal, andermaal? Goeie vraag. Zwijgt op lijf, man. Duidelijk. Dat kan ik nu even aangeven, mensen. Ik ben de engineer. Ik heb helaas in ronde 1 en ronde 2 niet het moment gehad dat ik dat kon aangeven. Dus vandaar dat ik nu mijn emergency meeting heb verspeeld om jullie aan te geven dat ik engineer ben. En jullie zullen mij door uit het potje zien venten van punt A naar B en naar C. Maar wacht eens even. Je zegt dat nu wel. Ja. Maar misschien is de engineer al dood. Ja, nee, kijk. Dan zeg je dat als eerst. Daarvoor heb je dus een punt. Oh. Ik merkte op een gegeven moment dat zo'n chat me waren een beetje aan het samensweren. Ja. En wat je zag is Sabri was last minute, werd hij opeens gesust. Hij had niet eens de kans om zichzelf te foutje of niks. Dat klopt. Ja, maar de reden dat Mosabri denk ik eruit was, en dat heeft Ilias net ook benoemd, was omdat hij al 2 keer betrokken was bij een kill. Klopt dat, Ivan? Kijk, zeg maar, weet je wat het en ook bro, was? Bro, ik ben de engineer. Sorry dat ik het in de eerste 2 rondes niet heb gezegd en nu het even eruit moet gooien. Jij bent zus, man. Jij bent zus. Wacht even. Waarom heb ik dan niet... Ik begin toch meteen de vraag te stellen van... Is er iemand engineer? Als er echt een andere engineer was? Maar bro. Weet je wat ik vind? Dat kan jij ook zeggen om te kijken of de engineer al dood is. Oh, hell Ik vind het juist Ivan zus. Omdat hij net ook zei van... Iedereen staat stil bij camera gaat bewegen. Doordat hij speling heeft om mensen te killen. Ik denk de enige die... Kijk,
Wacht. Ik ben daarna 400 IQ play, man. Maar... Daarna, ik zus gewoon Mo Sabri, want ik zie hem gewoon letterlijk daar staan. Ewa, ik heb gewoon heel die ronde heb ik iedereen laten uitpraten, want ik ga niet door mensen heen schreeuwen. Precies, heel netjes. Ewa, daarna, ik zeg gewoon van ik zag hem daar en dat was gewoon fact. Ja, dat snap ik, bro. Ik maar het was een beetje fucked up, want hij had helemaal geen kans. Snap je wat ik bedoel? Ik denk de enige die nog een beetje veel tas moet doen is Appie, want daar staat wel... Oh ja, ik was het hele stil. Terug naar het begin van de meeting. Doe je tasks, iedereen, dan kunnen we winnen. Ik vind het jammer dat ik echt heel correct kwam. Heel duidelijk, want jullie kijkers weten dat ik crewmate ben. Maar dat die boys echt denken dat ik niet te vertrouwen ben. Hey, ik zit vast in de deur. Ik kan niet naar links of rechts naar boven. Ik kan niks. Ik zit vast. Maar ja, jullie weten dat ik crewmate ben. En jullie weten dat ik echt daadwerkelijk de waarheid spreek. En maar ja, die boys die gaan doordenken. En ik begrijp ze enigszins, want het is best wel een slim iets, zeg maar. Hoe kan een timen? Op en Lencio. Kijken, hoe ga ik venten? Ik heb een idee. Ik ga rond deze vent wachten en dan ga ik naar Navigate. Kom, je heeft me gekild en Furkan heeft het gezien. Neem ik aan, toch? Voor deze ronde kan ik sowieso Furkan, Skizo en Bob kleren, man. Furkan, jij kan mij kleren. Ja, Time ook. Wie blijft dan over? Ivan. Ik ben in storage. Licht er waren misschien uit. Dit is fire, man, want ik zag Chatman volgens mij net uit Medbay lopen. Ja, waar, is die body, waar is die body gevonden? Body is onderkant cafetaire, zeg maar, als je admin een beetje richting admin loopt. Maar hij is net gemaakt. Rechts soort van. Hij is wel vet. Ik ben, ja, wacht. Hij is nu, broer, binnen nu en 5 seconden gewoon. Nee, kijk, minder, ik denk 3. Als ik, Lencio, Bob, Tijmen, Skizo allemaal kan foutje. Tommy trouwens ook. Ik ben even gay. Bro! Ik denk Ivan, man. Ik zorgen jullie dat? Furkan, fout Tommy. Furkan is ook een imposter. Om weghalen. Stel hij is het, ja, dan blijft er nog eentje over. Ja, Ivan is wel verdacht stil. Maar waarom is hij niet spot, hè? Ik zei als eerste mijn locatie zonder dat niemand had iets gezegd, bro. Ja, maar ik zeg waar ben je mijn dan? Locatie. Ja, maar imposter kan dat ook gewoon doen. Waar ben je? Ik zeg toch gelijk storage, bro. Die koers waren toch de zeven. Ja, je kan maar lachen. Vertel je route. Ja, ik stond admin panel. Kom ze zeebot. Ik ren daar gelijk heen. Ja, weet je wat deze boy heeft gedaan? Weet je wat hij precies heeft gedaan, gewoon wanneer ik dit ga zeggen, Chad me gaat zeggen, ja, is precies dat. Hij staat in admin, daarna deze boy, hij heeft die comms gedisabled toch? Ewa, hij loopt uit admin, hij ziet Mokum van boven, ewa, hij gaat even snel naar boven, hij maakt daar kill, daarna gaat hij naar onder. Gaat hij zo... Waar lag die body überhaupt? Want Lola, petje af voor jou, Lencio, petje af, Lencio. Thanks, Kizo. Ik heb Moni gezien. Die boy is letterlijk bovenkant admin, onderkant cafeteria. Ik kan dat niet zien, comms zijn dus. Wacht, Appie, wat vertel jou dus? Ik heb nog download en wire. Maar waarom? Maar ik heb waarom letterlijk heb jij... Mo niet gezien. Hoe is het hele 24/7 op cam? Ja, daarom. Waarom heb jij download nu al 2 rondes niet geleden gemaakt? Omdat ik op cam zat? Ja, waarom sta je op cam? Hoe download? Als ik nu op cam zat, had ik gewoon die kill gepakt. Hij doet opleiding cameraman. Ja, is gewoon ja. Opleiding cameraman. Appie, bro, test zijn knap nog of niet? Ja, bijna. Skip. Hey, Ivan! Hij is er raar, man. Ivan gaat eruit. Shit, maar nu kunnen wij... L-play van Lens. Man, ook heb. Nu kunnen wij ook niet zien of, broer. Of Ivan het echt was, zeg maar. Wij kunnen nu als, je weet toch, ik en de kijkers nu kunnen wel zien wie het echt zijn. Tommy, dat wisten we al. En alleen Tommy is er nog. Voor de rest zijn de imposters dood. Voor de rest hebben we de imposters er al eruit gekregen. Dat betekent dat Sabri er eentje was. Want Richie is eruit gestemd. Even kijken. Ilias is eruit gestemd. Nee, hij is gekild. Wacht, ik trip. Alleen Mousabri is eruit gestemd. Ilias, Richie zijn doodgemaakt. Ik ben doodgemaakt. Diego is doodgemaakt. Ja, heel simpel. Gaan die boys een door hebben? Laten we even kijken. Tommy spectaten. Wat is de movement die Tommy gaat maken? Hij gaat wel door naar daar. Alleen... Hoe is Furkan? Besef! Furkan is dan geen imposter. Hij is crewmate en hij heeft Tommy gefoust. Terwijl letterlijk, guys, hier was mijn kill gemaakt. Furkan komt vanaf hier of zo aanlopen. En Tommy liep net op tijd weg waarschijnlijk. Mens, zoals jullie zien... Eén taskbar. Eén task. Kijk even die taskbar, man. Ja, yeah, let's go. Ik weet niet wie hem nog moet doen, maar je weet toch, regelt het gewoon. We zijn nog steeds maar gewoon steady. Fix. Hey, Bob, heb jij al je taskjes gedaan? Ja. Ik zeg redelijk, boys, ik ga mijn taken niet doen, man. Jij bent gay. Wat voor jij, bro? Deze man heeft nooit taken gehad, bro. In ieder geval, Tommy, welke taken heb jij gedaan deze ronde? Alles. Wat is alles, bro? Swiping card, dan in electrical 2 tasks. Die met die 3 dingetjes waar je moet klikken, dan die kleine. Wacht, heb je net swiping card gedaan? Nee, ja, in het begin. Hey, stil even, man. Oh. In het begin al. Dus deze ronde, wat heb je deze ronde? Ja, niks. Maar fuck, je gaat helemaal naar links dan. Ja, ik was aan het checken. Wat moet ik anders daar doen?
Iedereen nee, was ik liep, gewoon... Ja, ik liep gaan electrical ze door in en boven in electrical te checken. Toen ben ik eruit gegaan. Toen was die deur dicht. Aha. Ja, toen ben ik eruit gegaan. Toen kwam ik allemaal jullie tegen. Ja, Bob stond de hele dag in de cafeteria. Ja, volgens mij ook. Ja, ik was shit aan het halen, man. Ja, ik weet niet, man. Ik skip gewoon. Ik denk best gewoon skippen. We fix gewoon die taken. We zijn echt bijna klaar. Eén task. Bro, wie stemt op mij? Wie stemt op mij? Shit, ze hebben hem niet door. Ze hebben hem niet door. Holla wel. Maar gelukkig, we gaan winnen op taken. Wie gaat hem doen? Doei, ik ga typen. Doei, task. Ja, we kunnen nog Tommy voor de leuk gaan spectaten. Nee joh. Eerlijk! Wie waren het? Ik hem. Ja, Sabri. En Tommy. Maar ik vind het raar. Zie je. Sabri, wie was die andere? Ivan. Tommy en ik was hem ook. Maar bro, luister, ik had heel de kill niet gemaakt, Lensjo. Dus... Mensen, het waren Sabri, Ivan en Tommy. Ja, we hebben gewonnen en daar ben ik super blij mee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hey, ik denk de eerstvolgende aflevering op dit kanaal is FIFA. Ik hoop dat jullie die massaal gaan liken, commenten en even love gaan showen daarop. En ik zie jullie binnenkort ook weer bij of een FIFA video of een Among Us. Houd dit kanaal gewoon in de gaten. Zet het belletje aan en abonneer. En ik hou van jullie, man. Ciao. From LA to the A on the run.